met fase 4 de kruisiging van Jezus. Ja. Toch? Of dat hij opstaat, weet je? Paas uit te zoeken met mijn neefjes. Het paas, ik weet niet eens wanneer het is. Kerstmis? Paas, ja, volgens mij is dat de kruisiging. Nee, ik weet het niet, ik heb geen idee. Sorry. Ja, dan denk ik alleen aan de paashaas eigenlijk. Nee, dat is met hemelvaart. Dat staat nee, dan gaat hij naar de hemel. Toch? Met hemelvaart? Volgens mij de geboorte van Jezus, volgens mij is het. En dat is bij kerst. Dat is bij kerst, ja. Ja, paas, dat is hij opgestaan, toch? Oh, Pasen. Ziet ze wat jij wel van? Nou, iets met konijnen en chocolade-eieren. Oh, oh ja. Die met Pasen erop staan? Ja, volgens mij ja. Ja. Hij staat toch? Ja, toch? Hij ja. Staat op. Ja. Volgens mij is Jezus toen geboren. Goeie vraag, dus. Kent u het verhaal erachter? Nee, maar wij komen uit België. Iets met die, dat hij... Jezus. Steeds zou ik er nog wel weten. Dat hij dan doodgaat? Het Pasen vieren voor de opstanding van Jezus.